vanuit die nostalgie, in de DDR ook wel nostalgie genoemd, is denk ik ook het gevoel van, ach, dat lieve Trabantje. We missen het Trabantje eigenlijk een beetje. Zo goed dat als je een invalide hondje hebt, dan doodgaat omdat het heel oud is geworden, dat je dan achteraf zegt, ach god, dat was het toch een schattig hondje. Het is awesome. Kunt u mij horen? Oké, okay, Maarten, eventjes beginnen. We zitten niet in de auto nu. Dat heeft ermee te maken dat jij een reis aan het maken bent in Duitsland. Wat is dat voor reis? Dat is een reis van het reisbureau La Brice. Maar dat wordt gesponsord door het Historisch Nieuwsblad. En dat is een soort cultureel historische reis. Waarbij aandacht besteed wordt aan de voormalige DDR. En de aard van dat regime en hoe dat is afgelopen. En daartoe bezoeken wij dan een reeks van steden op het grondgebied van de voormalige DDR. Allerlei locaties waar nog iets over de DDR valt te zeggen. Kijk, dus voor de mensen die denken, wat klinkt het geluid anders dan normaal? Dat heeft dus ermee te maken dat we niet bij elkaar zitten, maar op afstand. Ja, want ik bevind mij in een hotelkamer in Erfurt. Eerst de laatste standplaats op deze reis. We zijn begonnen in Leipzig en daarna zijn we vertrokken naar Dresden en vervolgens naar Erfurt. Dit is niet de eerste keer dat je deze reis maakt, hè? Nee, dit is of de derde of de vierde keer. Dus ik heb het al zo vaak gedaan dat ik niet meer me precies herinner hoe vaak het geweest is. Hoor je wel nog nieuwe dingen, hè? Of raak je een beetje verveeld? Nou, nee, niet verveeld. Je ziet dat soms weer andere dingen die je bij andere gelegenheden niet hebt gezien. De hele aard van het programma is zo dat zowel Willem Melging, met wie ik dat samen doe, of liever gezegd Willem Melging is de werkelijke reisleider. Ik hou helemaal niet van leiding geven, ik kan het ook helemaal niet. Maar wij doen samen lezingen over de diverse onderwerpen. Willem is eigenlijk een echte Duitslanddeskundige. En ik draag dan een soort kader bij over de Koude Oorlog. En ik heb een aardige lezing over de Trabant. We bezoeken bijvoorbeeld het Automuseum in Zwickau. En daar werd ooit de Trabant gebouwd. En zo is een bijzonder aardig automuseum wat ik warm kan aanbevelen. Het is er niet verschrikkelijk druk. Ze hebben prachtige auto's. Het heet Morch Museum. Maar in dat gebouw, nu al lang niet meer natuurlijk, werd ooit de Trabant gebouwd. Dus ik heb iets verteld over de Trabant en in principe over alles wat je als een Volkswagen zou kunnen beschouwen. En wat vertel je dan bijvoorbeeld over de Trabant? Nou ja, dat het Oost-Duitse regime, dat zich realiseerde, vooral vanwege het immense succes van de Volkswagen, die natuurlijk in West-Duitsland werd gebouwd. Want in 1955 liep al de 1 miljoenste kever van de band in West-Duitsland. En zo begreep natuurlijk het politbureau in de DDR dat zij ook iets zouden moeten aanbieden. Maar die hele economie van de DDR, dat was een enorm rampzalige en armoedige boel. En in feite moesten ze een soort minimumproduct zien te verzinnen. En dat hebben ze gedaan. Ze waren enorm gehandicapt doordat in Zwickau, weliswaar voor de oorlog ook al auto's gebouwd waren, maar de Russen hadden vrijwel alle machines die er werkelijk toe deden, hadden de Russen afgebroken en meegenomen. Bovendien had het DDR-regime te maken met ernstige grondstoffentekorten. Dus tenslotte hebben ze een autootje ontworpen wat wel nog een stalen binnenconstructie had, maar ze hadden geen staal voor de beplating van het autootje. En dat hebben ze tenslotte gemaakt van een soort wonderlijke bakeliet, versterkt met organische vezels. Maar overigens heel sterk materiaal, wat totaal niet roesten kan, maar ja, toch wel heel iets anders dan een stalen kanselier. Ja. En uiteindelijk, ze hebben zelf eigenlijk hun eigen machines moeten construeren, maar uiteindelijk hebben ze toch nog 3 miljoen van die Trabanten gebouwd. Overigens moest je in de DDR een jaarsalaris betalen voor zo'n Trabant. En vaak moest je jaren wachten voordat je er een geleverd kreeg, als je het erin besteld had. Het motortje van de Trabant, dat was ook weer niet nieuw, dat dateerde uit de jaren 30.
Dat was een tweecilinder, tweetakt motortje. Echt het allersimpelste wat je verzinnen kon. Wat in de jaren 30 voor een betrekkelijk goedkoop DKW-model was gebruikt. Dus het was eigenlijk een ensemble van het tekort en de schaarste. Maar tenslotte toch wel een autootje. Wat overigens aanvankelijk zonder kachel werd geleverd. En nou ja, het klimaat in de DDR was toch zo dat veel mensen daar last van moeten hebben gehaald. Ja, en waar komt de naam vandaan, Trabant? Ja, maar ik geloof dat Trabant zoiets is als medearbeider of iets in die geest in ieder geval. Maatje toch? Wat? Maatje of begeleider, zoiets betekent het. Ja, zoiets dergelijks is het. Dat klopt. En dat had er toch mee te maken dat mensen dan die Trabant als een soort van familie beschouwen? Ach, dat weet ik niet. Of je ooit een zo krakkebikker autootje als familie wilt beschouwen. Maar ja, er was niks anders. Dus ze waren lang blij dat ze in een auto konden rijden. Ja. Het is eigenlijk een autootje wat uit restanten met kunst en vliegwerk vervaardigd is. En als je dat natuurlijk vergelijkt met die enorm moderne outillage in die Volkswagenfabriek in Wolfsburg. Ja. Maar dat heeft allemaal te maken natuurlijk met het tragische contrast tussen de DDR aan de ene kant en de Bondsrepubliek aan de andere kant. Ik begrijp ook dat die Trabant, dat die naam gekozen is na het uitschrijven van een prijsvraag. Oh, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Nou ja, het is tegenwoordig een soort cultusautootje. Er is ook volgens mij een Trabantenvereniging. En nou ja, het is iets om nostalgische gevoelens te wekken eigenlijk bij personen. En wat je herkent het geluid van een Trabant ook onmiddellijk. Ook is wel interessant natuurlijk, er worden eigenlijk helemaal geen auto's met tweetaktmotoren meer geleverd. Een tweetaktmotor is wel heel simpel, maar een tweetaktmotor is zeer vervuilend en bovendien zeer onzuinig. Hey, en de DDR wilde met die Trabant de technologische vooruitgang laten zien. Is dat ook gelukt? Nee, dat denk ik niet. Nee, de DDR was op geen enkele wijze in staat om de technologische vooruitgang te laten zien. We hebben ook een museum bezocht. Ik denk dat het Leipzig was. Want het DDR-regime heeft tijdelijk de ambitie gekoesterd om een groot modern straalvliegtuig te bouwen. Maar ook dat is een totale mislukking geworden. Ja. Niemand wou het ding hebben en na een jaartje geloof ik zijn ze gestopt. Ze hebben ook zeker aan het eind van het regime de ambitie gehad om computers te bouwen, om zelf computers te bouwen. En ook dus weer om voorop te lopen of om echt mee te doen. Maar ook dat heeft enorm veel geld gekost zonder dat het iets heeft opgeleverd. Nou begrijp ik wel dat ze hem ook geëxporteerd hebben, die Trabant. Naar Polen en Tsjechoslowakije en Bulgarije en Hongarije en Finland. Ja, zeker. Je kon daar ook een kaartje zien van de landen waar de Trabant en ook de Wartburg. Ze bouwden nog een tweede, iets groter type auto. Dat is een driecilinder, tweetaktmotor. Het is inderdaad naar een aantal landen geëxporteerd. Maar uit de opsomming die je gaf, blijkt al dat dat ook landen waren die natuurlijk ten tijde van de Koude Oorlog, achter het IJzeren Gordijn, niet in staat waren om iets anders te vinden. Ze waren al lang bij dat er überhaupt een auto geleverd kon worden. Ja, er zijn er ook wel kleinere aantallen naar Nederland geëxporteerd. Ja, dat is alleen voor masochisten of ja, mensen die misschien volledig overtuigd waren van de communistische zaak. Dat zou kunnen, maar dat je volledig vrijwillig zonder dringende noodzaak een Trabant zou kopen, vind ik wel vreemd. Ja, en welke rol speelde de Trabant nog bij de val van de muur in 89? Nou, een beetje merkwaardige rol. Ik moet even wat hoesten, volgens mij ben ik kouder geworden. Want toen duidelijk werd dat er eigenlijk in Hongarije een soort gat in het IJzeren Gordijn was geknipt. Dat begint duidelijk te worden aan het eind van het voorjaar. Of misschien bij het begin van het voorjaar, ik denk dat het mei was. Toen zijn er veel Oost-Duitsers dachten, wacht op, ze zitten een gat in het IJzeren Gordijn. Dan kunnen we in principe proberen te ontsnappen. En die zijn deels naar dat gat in het gordijn gereden in Hongarije. Later geloof ik werd dat weer tijdelijk onmogelijk. Maar feit is natuurlijk, als er een gat valt in het IJzeren Gordijn, dan is het eigenlijk klaar met een staatje als de DDR. Omdat natuurlijk de DDR eigenlijk
als je wil weten in algemene zin, wat was de DDR? De DDR was een gevangenis. Niet waar? Mensen mochten er niet uit. En het uitreizen was zoveel mogelijk onmogelijk gemaakt. En je weet dat mensen die toch geprobeerd hebben om eruit te komen, vaak aan de zonnegrens dood werden geschoten. En er was toch ook zo'n lange stoet met Trabants die Oost-Duitsland verliet, hè? Ja, toen wel, ja. Natuurlijk als die muur, dat is dan dus die kop in die 9e november. Die fameuze dag wanneer meneer Günther Schabowski zegt, dan wordt hem gevraagd bij de persconferentie, wanneer mogen de mensen eruit? Wanneer is die nieuwe wetgeving, is die valide? En dan zegt hij, ab sofort, unverzüglich. En ja, dan dromen de mensen samen bij de muur, maar ook zie je ze hoe ze met het Trabantje dan een tripje maken naar West-Duitsland. Wat ze dus al die jaren niet hadden kunnen doen, namelijk sinds dat muur er stond. En die stond er sinds augustus 61. Ja. En voor augustus 61 kon je eruit, kon je ontsnappen, wat ook honderdduizenden DDR-burgers hebben gedaan. Maar door de bouw van een muur was dat niet langer mogelijk. En was de DDR daadwerkelijk, wat ook de intentie van de overheid daar was, een gevangenis. Je mocht er niet uit. Ja. Hoe verklaar jij nu de cultstatus van deze auto? Nou, ik denk ook dat samenhangt met wat hier aanvankelijk was bij natuurlijk in Duitsland en zeker ook in de DDR euforisch over het feit van de hereniging. En vervolgens is een deel van die hereniging voor een deel van de DDR-burgers ook op een enorme teleurstelling uitgedraaid, omdat de Oost-Duitse mark werd gelijkgeschakeld met de D-mark, terwijl in feite natuurlijk die twee munten een enorm waardeverschil vertoonden. En dat was het de facto het einde van de Oost-Duitse industrie. En die moet dan gesaneerd worden door de zogenaamde Treuhand. Dat is ook gebeurd. Ik zal een praktisch voorbeeld geven. Je hebt een bedrijf te werken in de DDR, 5000 mensen. Die dat werd gesaneerd door de Treuhand. Dan werkten er nog 1500 mensen. Er kwamen nieuwe machines. En dan produceerde het bedrijf met 1500 mensen 5 maal zoveel als het oorspronkelijk had gedaan. Dat geeft een beetje aan hoe groot de achterstand was op productieniveau tussen Oost- en West-Duitsland. Maar dat gaf wel als gevolg dat binnen een jaar of twee er iets van 3,5 miljoen werklozen waren in de DDR. En Kohl had ze beloofd dat als de hereniging daar zou zijn, zouden er bloeiende landschappen komen. Bloeiende landschappen. Ja, en dat gebeurde dus aanvankelijk helemaal niet. Dus je hebt na een paar jaar is er een soort nostalgische golf geweest. Zo van af. En we dachten dat alles beter zou worden. We in het paradijs terecht zou komen. En kijk nou eens, overal zijn die verdomde Westies de baas. Hè? Wij zijn een soort tweede rangs burgers geworden. We zijn jarenlang werkloos geweest. Het is helemaal niet geworden wat we gehoopt en verwacht hadden. En vanuit die nostalgie, of in de DDR ook wel al nostalgie genoemd, is denk ik ook het gevoel van ach, dat lief het gabantje. We missen het Trabantje eigenlijk een beetje. Zo goed dat als je een invalide hondje hebt, dan doodgaat omdat het heel oud is geworden, dat je dan achteraf zegt, ach god, dat was het toch een schattig hondje. je hebt nostalgische gevoelens naar het hondje. Nou ja, dat was in de DDR, zeker bij oudere mensen, was dat gevoel heel sterk. Maar past die dan in het rijtje van de Volkswagen Kever en de Mini? Nee, dat zou ik niet zeggen. Dat is een heel ingewikkelde vraag om te beantwoorden. De Volkswagen Kever was kwalitatief een voortreffelijke auto. Die was ook in de jaren 30 al geweldig op de proef gesteld. Hebben ze miljoenen oefenkilometers meegereden. Maar tegelijkertijd kun je zeggen dat de Volkswagen Kever al in de loop van de jaren 50 totaal verouderd was. Luchtgekoelde motor, achterin, achter de achteras. De ruimte in de auto niet bijster efficiënt benut. Dat is een ontwerp dat dateerde van 1934. Maar omdat het ding kwalitatief zo goed was, heeft hij nog een hele tijd uitstekend verkocht. Maar in feite is ook de Kever veel te lang geproduceerd. En het heeft geen haar gescheeld of de Volkswagenfabriek
was daaraan bezweken. Dat is tenslotte niet gebeurd, want op tijd hebben ze tenslotte de golf geproduceerd die een nog veel groter succes eigenlijk is geworden dan de Keven. Maar de Trabant was, wat ik al zei, een soort verzameling van onmacht. Een autootje geconstrueerd met uiterst beperkte middelen. Maar tegelijkertijd was het wel een auto met een vastgeplaatste voorwielaandrijvende motor. In die zin eigenlijk een prelude op latere ontwikkelingen in de markt van voor kleine auto's. Maar nogmaals, de Trabant, ik heb er wel eens een eindje in gereden. De Trabant is een product wat niemand vrijwillig, zonder speciale sentimenten, zal willen gebruiken als transportmiddel. Want hoezo dan niet? Hoe rijdt het dan? Nou, het is ontzettend lawaaiig, het stinkt, het schakelt lastig. Het is toch wel een betrekkelijk ongelukkig product wat mij betreft. Ja, in Duitsland of in Berlijn kun je nog als toerist kun je nog een tochtje maken, hè, de Trabant. Ja, zeker. En we hebben toen voor opnames, mijn broer en ik hebben voor opnames zo'n Trabant verhuurd. En dat bleek reetende duur te zijn. Kennelijk zijn er heel veel mensen die zo'n nostalgisch tripje willen maken. Maar ik denk dat als je die mensen zou vragen, dat als ze een half uurtje zo'n ding hebben gereden en wil je je moderne auto inleveren en dan krijg je een Trabant terug. Nou, dat zal niet gebeuren. Bovendien mag je er niet meer mee rijden. Althans, alleen als klassieke, vanwege die ontzettend smerige uitlaatgassen die zo'n Trabant produceert. Ja, precies. Dat heeft met die emissie-eisen te maken. Nee, nou begreep ik wel dat die Trabant in de tijd dat hij dus nog volop gebruikt werd in West-Duitsland en ook bijvoorbeeld in Nederland goedkoper was dan in Oost-Duitsland. Hoe kan dat? Ja, dat geloof ik graag. Het zou me niet verbazen. Kijk, het loonniveau lag in de DDR stukken en stukken onder het West-Europese loonniveau. Dus ja, dat ding kon betrekkelijk goedkoop verkocht worden. En daar was natuurlijk nog een ander aspect aan. Namelijk dat zelfs als die eigenlijk nogal duur was om te produceren in Oost-Duitsland, dat het regime, het DDR-regime, had harde westerse valuta nodig voor de aankoop van allerlei belangrijke zaken. Dus ze probeerden ook allerlei dingen te exporteren waar ze misschien, laten we zeggen, concreet verlies op maakten, maar die wel westerse valuta opleverden. En vandaar ook als je naar de DDR ging, dat je altijd verplicht een bedrag moest wisselen in dat suffe monopoliegeld van de DDR. Ook met de bedoeling dat ze harde valuta in handen kregen. Ja. Ja, god, het was een diep treurig regime, wat tegelijkertijd een afschuwelijk klein achterbaks politiestaatje heeft gecreëerd. Daarvan moet je natuurlijk uiteindelijk zeggen, zij zijn natuurlijk bij uitstek als slachtoffer geweest van de Koude Oorlog. De ellende van de DDR was natuurlijk dat ze bezet waren door de Sovjet-Unie. Wat in velerlei opzichten natuurlijk een moorddadige criminele staat was. Die bovendien economisch enorm achterliep op West-Europa en de Verenigde Staten. Ja. Er is nog een monumentje, hè? In Zwickau. Er is een Trabant monument opgericht. Heb je dat ooit gezien? Nee, ik ben net in Zwickau geweest. Maar dat heb ik niet gezien, nee. Okay. Maar voor alle luisteraars geldt, mocht u daar in de buurt zijn, ga even kijken. Het is een alleraardigst museum. De boel is fantastisch opgepoetst. Er is een leuk filmpje hoe de Trabant gemaakt werd, dat ook. Ze hebben twee prachtig geconserveerde Auto Union raceauto's van de jaren 30. Dus het is zeer in de moeite waard. Ja, en Jules Verne heeft in boekjes ook nog wel eens gerefereerd aan de Trabant. Nee, dat kan haast niet. Nee, de Trabant is denk ik oorspronkelijk een ontwerp van 1954-55. Ze zijn dan de productie begonnen in 1957. Nou ja, misschien dat het woord ooit gebruikt is door Jules Verne, maar met het Trabant-autootje heeft hij niks te maken volgens mij. Oké, okay. Hij schrijft hier dat hij heeft twee honden en een van die honden heeft hij Trabant genoemd. In de Duitse vertaling. Nou, dat zal denk ik de oorspronkelijke betekenis van het woord geweest zijn. Want Jules Verne is geboren, ik doe dat even uit het hoofd, in 1828. En die is overleden in 1905. Dus het is niet erg
waarschijnlijk dat hij iets te maken heeft met dat autootje. Maar misschien wel met dat woord. Ja, ja, oké. En wat staat er nog op het programma voor de rest van de komende dagen? Wij gaan morgen nog iets goed. Wat gaan we godsnaam morgen doen? Interessante vraag. Ik stel zo even in het schema kijken wat we precies morgen gaan doen. En ik hoor dat te weten, want we hebben morgenmiddag vrij. Zie je, dat weet ik dus wel. Maar ik weet niet onmiddellijk wat we morgenochtend gaan doen. Oké, en de mensen die een beetje mee zijn, wat zijn het voor types? Ik zou zeggen, afgezien van een enkeling zijn dat 50-plussers met historische en culturele belangstelling. Het is een heel prettig gezelschap. Het zijn altijd hele prettige gezelschappen. Het is ook, die groepen zijn gelimiteerd op 25 personen. Dat heeft ook tot gevolg dat er altijd wachtlijsten zijn voor deze reis. Dus er is nu al een volledig gevulde wachtlijst voor het programma van volgend jaar. Ja, het is toch een betrekkelijk ongelukkig product wat mij betreft. Er is een nieuw luisterboek. Het kerkteken kabinet Zijlstra is nu verdwenen. We hebben de verkiezingen van 67 gehad. Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief het tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch in de zin dat voor het eerst sinds het algemeen kiesrecht, man- en vrouwenkiesrecht was ingevoerd, de confessionele partijen niet langer een meerderheid in de Tweede Kamer hadden. Je downloadt het nieuwe luisterboek van ruim 3,5 uur via de link in de show notes. En in de podcast Sea Level is Wouter Kolk te gast, de baas van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en Bol.com. Wil je weten wat zijn plannen zijn voor de toekomst van de supermarkt? Check dan nu de aflevering van Sea Level via de link in de show notes.